Nou, ik, ik denk dat wat het, het, het knappe van hem is, is dat. Um, kijk, het is eigenlijk veel makkelijker om journalist en techniekjournalist nu vandaag de dag te zijn. Want met het internet kan je natuurlijk alle nieuwtjes van heel de wereld wel binnenkrijgen. Hoe kwam hij dan aan zijn internet? Nou, hij had een enorme connectie over heel de wereld. Ontzettend veel bedrijven en uitvinders die hij ook echt een podium uh, bood. Maar ik denk wat, wat, wat het knappe is, hij, hij wist gewoon heel veel. Hij was een tuurkundige. Uh, dus hij wist die techniek ook feilloos te doorgronden. Maar had vervolgens de creativiteit. Om ook nog te denken, oké, okay, maar wat nou als ik dit heb en dat heb en ik combineer het tot iets, wat nou als het veel vetter maken? En, en zijn glasvezelvoorspelling, wat hier nu in zit, het is heel geinig. Ik woon in een van de mooiste steden van Nederland, Salbommel. maar ik kreeg twee maanden geleden een brief uh, op de mat yeah. met er komt glasvezel naar Salbommel in elk ja. huis. <laughs> en toen dacht ik toch eventjes aan onze vriend. Ah, uh, ja, ja, dat vet. snap ik. En dat ja. we met z'n allen nu facetime ook. Maar bijvoorbeeld die invasieve chip, die is er niet gekomen. Nee. nee. Ja, de, Behalve uh, bij jou. Uh, uh, ja, ik, ja, ik heb vijf jaar geleden heb ik een, uh, een hommage gemaakt aan Quietlaar op de uh, televisie. En hij had onder andere het idee van het zou best wel handig zijn als mensen gewoon chips hebben uh, ingebouwd, dat je uiteindelijk kan communiceren uh, en allerlei dingen kan doen. En ik heb er toen destijds ook eentje uh, uh, ingebouwd uh, bracht. Um, wat, ja. kan -ie? wat kan niet? Wat kan niet? Nou ja, eigenlijk um, verdraait weinig en is het inmiddels meer een leuke aandenken. Maar wat, wat, wat je nu, wat, wat ik kan doen, is als ik met mijn telefoon naar. Uh, ja, het is uitermate zinloos. Um, <laughs> met, met mijn Google Maps er naartoe naar ga. Ik even kijken of die hem. Um, uh... Uh, snel kan vinden. Maar dan vindt hij precies mijn. Uh, je locatie. Uh, nou, was, was maar mijn feest. Dan had ik hem jaren eerder laten zetten. Um, maar dan, um, dan vindt hij. Uh, maar het is meer het het is is... Een, soort, uh, een, een soort knipoog, dit. Ja, dit is, dit is inderdaad. Oh, daar gaat hij kijken. Dan is hij bezig met zoeken. Kijk, en dan, dan vindt hij dus met Google Maps. Oké. Okay. Uh, waar je als je heel uh, kan dronken vinden. bent.